Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is alweer vandaag vrijdag 12 januari. Het gaat lekker snel weer. Dus het is net 1 over 6. 1, ja hoor, 1 over 6. Aha, nee, boring. Het is 1 over 4. Ja, ik wil te snel. Nee, ik ben nou net 2 uurtjes wakker en ik zou zeggen heel veel kijkplezier gewenst. Goedemiddag allemaal. Ja, het is vandaag zaterdag 13 januari. Gisteren heb ik niet heel veel, heb ik eigenlijk helemaal niet gevlogd. Vrijdag 12 januari, maar oké. Het is nu net 12:30 geweest. Het is nu net 12 uur 34. Ja, ik kijk eventjes op mijn telefoon. Wil iemand hier heel graag wat eten? Hé, lovely? Wil je eten? Ja. Dus daar ga ik me even mee bemoeien en dan ga ik mijn haar even snel fractioneren als ze wat aan het eten gaan. Dan ga ik mijn jas aan doen en dan ga ik met ze lopen. Dus ik neem jullie weer gezellig mee vandaag en tot straks maar weer. Nou, ik ga ze even eten geven, dus ik zet ze even ergens anders neer dan jullie van mij bent. Hun eigenlijk van mij zijn gewend. Ja, maar dan kunnen jullie even meekijken, vind ik leuk. Ja, jullie krijgen eten. Mag ik eerst mijn camera neerzetten? Mag dat nog of mag dat niet meer van jou, kleine? Zo. Kom hier. Musje. Zitten. Blijf. 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 Ja. Eten. Nee. Hier ook. Musje. Deze kant op. Ja, goed zo. Gaan jullie maar eten. Dat is helemaal prima. Gewoon doen.
Nou, ik ga jullie lekker meenemen en waar naartoe, dat ga ik nog niet vertellen. Maar ik zou zeggen, heel veel kijkplezier weer, zometeen, met de hondjes. Nou, ik heb ze allebei dus een belletje om. Ja, ik hoop dat het zometeen goed gaat met losmaken. Blijf, lady. Lady, blijf. Blijf. Blijf, lovely, blijf. Zitten. Go! Nou, en de twee dames die zijn los. Dus even kijken hoe goed ze het vandaag zometeen gaan doen. Ik wil jullie meenemen samen met hem. Ja, mag hij het woord gaan doen, want hij heeft het gezien ook. Nou, even kijken. En dan kan ik me focussen op en op mijn twee beiden. Even denken. Nou ja. Hé, hey, ja, daar hebben we één. Was een... Hallo, jezelf een beetje goed in beeld. Ja, ik ben nog niet helemaal lekker, dus sorry. Liep het bos in. Ja? Daar liet je hondjes los. Die lopen een stuk vooruit om een bocht heen, zoiets als dit, maar dan wat groener. En jij ziet door de struiken een dame bukken om... Lovely te gaan aaien. Lovely te gaan aaien. Zij zegt van, blijf niet doen. Ja, dan krijg je een verhaal terug van, ja, ik sprong tegen me op en dit en maar dat. Nee, ga door. En nou, dan zeg je van, nou, je kan het eerst vragen. Van, stap opzij, als het niet wil. Ja, hallo, dus, je moet je ook wel een beetje zo kijken, ja. Naar de mensen toe. Ja. Dus, je kan stap opzij springen, kan stap opzij doen, spring je niet tegenop. En ja, daar hebben we een discussie over. Van, nou, dus, wij lopen gewoon lekker door en zij gaat linksaf. Met een hondje. Ook goed. Maar hoe denken jullie daarover? Ja, moet je zomaar aan alle honden komen? Of is het van nou, wat een lief hondje. Moet ik dat eerst even vragen. Ze lopen nu lekker door het water, zo te zien. Oké. Kijk, kijk. Gaat er het water in? Ja, maar ik heb ook mijn telefoon nu vast. Oké. Ik duik straks weer mijn bed in. Ik ook best zo. Oké. Nou, ik wil zeggen dat ze het allebei, zelfs die kleine Lovely, met 11 weken en 5 dagen het super doet. Want ze is al gewoon de hele tijd los en ze is niet moeten krijgen. Mag ik even niet liegen? Ik zal eens even kijken hoe lang dus wij eigenlijk aan het lopen zijn. En hun dus al veel meer, want hun zijn los. Dus hun krijgen veel meer beweging dan wat wij krijgen. Officieel, we zijn dus nu 30 minuten en 40 seconden aan het lopen. Dus, en dan hebben hun aardig al wat beweging gehad. Dus ja. En dan kwamen we net ook al dat ene vrouwtje weer tegen. En die heeft ons lekker genereerd. En wij haar ook. En er was nog een andere vrouw. Die had haar ook al even commentaar gegeven. Blijkt dus. Maar ja, ik ben gewoon zoiets van... als je niet weet wat en wat mensen met honden willen, blijf gewoon van ze af. Ga niet zomaar aaien, weet je? Daar kan ik ook al gewoon niet tegen. Klaar. Blijf gewoon lekker van andermans hond af. En ga niet aaien, ook hoe lief ze ook zijn. Blijf gewoon van andermans honden af. Hij heeft zijn eitje al op. En ik ben nog mijn eitje aan het bakken. Ja. Het is lekker. Ja. Dan ga ik nog even broodjes smeren. En dan ga ik ook lekker eten. Ik wil jullie onwijs bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, gooi de blauwe duimpje omhoog. En dan helpen jullie jezelf ook mee. Laat een leuke reactie achter. Abonneer even op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan komt er nou iets in beeld. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want dan krijg je elke keer een melding in je inbox. Als ik dus om de vaste tijd iets heb geplaatst op YouTube. En ik loop er lekker voor, dus dat zou je wel merken, denk ik. Want wat ik nu plaats, dat heb ik al een tijdje in de planning staan. Ik zou zeggen, dankjewel. En ik zou zeggen, de mazzel!